Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Zoals we kunnen zien op de satellietfoto schijnt vanochtend de zon flink op veel plaatsen in het noorden drijven al wat wolken over. In de loop van de dag gaan er een aantal stapelwolken ook ontstaan in het binnenland, maar dat blijft wel overal droog vandaag. Halverwege de ochtend is het een graad of 17 en vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 23 graden. De wolkvelden in het noorden van het land gaan zich later in de middag en vanavond geleidelijk aan over de rest van het land uitbreiden. Vanavond hebben we dus tamelijk veel bewolking, zeker in de noordelijke helft van het land en misschien dat er al een enkele bui tot ontwikkeling komt, maar waarschijnlijk is het gewoon op de meeste plaatsen droog. Komende nacht en morgenochtend kan er wel verspreid een bui vallen en is er tamelijk veel bewolking. Morgen later op de dag, met name in de middag breekt vanuit het noorden de zon weer door en wordt het overal droog. Het wordt morgen zo'n 18 tot plaatselijk 20 graden en de wind is matig uit noordelijke richting. Ook zondag hebben we te maken met een noordelijke wind. Dan een vaker zon en 18 tot 22 graden. Op maandag is er weer wat meer bewolking en valt een enkele bui bij een graad of 18. Dinsdag een graad of 19, hooguit een enkele bui en zonnige periode. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl